Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Door overheid gefinancierde COVID-zorg moet naar individuele verantwoordelijkheid. Nieuwe tarievenmethodologie biedt transparantie in energiesector. Volksgezondheid waakt voor balans in COVID en reguliere zorg. Minister Ramdien woont 15e bijzondere vergadering COFCOR bij. En laat u zich volledig vaccineren. De COVID-zorg drukt enorm op de staatsbegroting en zal van één door de overheid gefinancierde zorg moeten overgaan naar een gemeenschappelijke, nog wel individuele verantwoordelijkheid. Zo informeerde minister Amar Ramadien van Volksgezondheid het parlement op donderdag 21 oktober 2021. Hij zegt dat de discussies om de COVID-zorg toe te voegen aan het reguliere behandelpakket reeds zijn opgestart. De bewindsman informeerde het college vervolgens ook over de vervaldata van de verschillende voorraden COVID-19-vaccins in Suriname. Luistert u mee. Ik wil al uw leden bedanken voor de gestelde vragen en opmerkingen, suggesties. Ik ben zeer verheugd dat ook door uw DNA-leden vragen zijn gesteld wanneer wij terugkeren naar de reguliere zorg. Wat is onze target? Wanneer moeten wij de piek eigenlijk in de COVID-zorg gaan afbouwen? Wat willen we eigenlijk hebben en hoe moeten we die zorg verder gaan inrichten? Ik kan bijna proeven dat ook de leden in uw geachte college voorzichtig laten doorschemeren dat COVID-zorg toegevoegd moet worden aan het reguliere behandelpakket in Suriname. We zijn tussen gestart, voorzitter, kan ik uw parlement informeren, met deze discussie tussen zorgverzekeraars, de overheid en ziekenhuizen om de juiste weg te bewandelen voor een smooth transition van de huidige financiering van de COVID-zorg, welke voor het overgrote deel in de afgelopen 18 maanden is gekomen ten laste van de overheidsbegroting, KCCO het noodfonds, naar een gezamenlijke financiering van de COVID-zorg door zowel de samenleving, het bedrijfsleven en de overheid. COVID-19, stel ik hier duidelijk, is een preventable disease. Er zijn preventiemogelijkheden welke wetenschappelijk getoetst zijn in de vorm van vaccins. Precies zoals iemand minder zout moet gebruiken en meer moet bewegen om het risico op hoge bloeddruk te verkleinen. Precies zoals roken hoge bloeddruk en het risico op hart- en vaatziekten en longkanker vergroot. Precies zo kunnen we nu, behalve Mohanna, ook het vaccin nemen om het risico op COVID-19 te verkleinen. Ik hoop dat uw parlement hiermee kan meegaan. En dan moet ook kunnen begrijpen dat de overheid die de centrale taak heeft van bescherming meer in preventie wil investeren en minder wil uitgeven aan de curatie, dus de behandeling. Dus de financiering ook van de COVID-zorg zal een gezamenlijke investering moeten zijn waarbij het risico op besmetting door massale individuele keuze aanzienlijk verlaagd kan worden. Uiteindelijk, dat zien we nu ook in de wereld, belandt slechts het deel dat geen preventie wenst in het ziekenhuis. En dat is ook een individuele keus waarvoor dan logischerwijs ook betaald zal moeten worden door het individu. Ik zeg dit alleen hier omdat dit ideeën zijn hoe wij die transitie gaan moeten doorvoeren van overheidsgefinancierde COVID-zorg, welke enorm drukt op onze staatsbegroting, gaat naar die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ofwel de individuele verantwoordelijkheid. Als u weet dat u het kunt voorkomen en u daar bewust voor kiest om dit niet te voorkomen, dan moet u ook voorbereid zijn op kosten als u daarvan ziek wordt. Voorzitter, er is hier gevraagd door meerdere parlementariërs met betrekking tot de vervaldata van vaccins en zou er geen samenhangend ofwel zigzagbeleid gevoerd worden. Voorzitter, ik heb de aantallen hier niet, maar ik kan een kort overzicht geven aan het lid Zang. We hebben in voorraad, zoals u weet, 4 merken vaccins. AstraZeneca, Moderna, Sinopharm en Pfizer. De AstraZeneca vaccins die we op dit moment hebben,
die vervallen eind oktober 2021 en de andere partij eind november 2021. Volgens de huidige voorraden krijg ik net van het team te horen dat deze voorraden gebruikt zullen worden voordat ze vervallen. Moderna vervalt eind december 2021. Sinopharm, onze Sinopharm voorraad, vervalt in mei 2023. En onze Pfizer voorraad vervalt in februari 2022. De nieuwe methodologie voor energietarieven is een instrument dat de mogelijkheid biedt om de sector transparant en inzichtelijk te maken voor een ieder. Bij deze tarievenstructuur zijn de kosten op een transparante manier gedeeld. Volgens minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen was dit voorheen niet het geval. De bewindsman ging op donderdag 21 oktober 2021 in het parlement in op vragen van het college betreffende de nieuwe energietarieven. Hij gaf ook aan dat de subsidie niet 100% is afgebouwd. Wij voeren u terug naar de parlementsvergadering. Over de tarievenmethodologie kunnen we discussiëren. Er zijn zoveel modellen gangbaar. Wij hebben doelbewust voor dit model gekozen. En ik weet, en uit de gesprekken met relevante stakeholders, dat sommige stakeholders voorstander zijn van een ander model. We hebben geprobeerd alle inzichten van relevante organisaties mee te nemen, voorzitter. Maar ik zeg het en ik herhaal, het blijft een illusie. Je gaat nooit alles en iedereen achter één bepaalde methodologie, achter één bepaalde tarievenstructuur kunnen vinden. Maar we hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met wat leefde binnen de verschillende groepen waarmee we gesproken hebben. En ik ben tevreden met wat wij tot nu toe hebben bereikt. Moeten we stoppen? Nee, we kunnen niet stoppen. Ik zei het ook. We blijven kijken naar hoe die hydroprijs verder omlaag kan. Ook thermisch, daarmee zijn we bezig. De overeenkomst tussen staatsolie. Trouwens, EBS is nu, of laat me dit eerst zeggen. Tot 12 juli was de overheid, waren er bepaalde overeenkomsten met de overheid. Maar in het nieuwe systeem, in die nieuwe methodologie, zal het zo zijn dat EBS zelfstandig moet betalen voor die stroomopkoop en voor olielevering. En daarom is EBS thans nu ook in onderhandeling met staatsolie. De gesprekken vinden plaats. Staatsolie heeft gevraagd dat de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Financiën en Planning erbij zijn. Dat is ook gebeurd. We zijn bezig daarmee, omdat dat die way forward is, voorzitter. EBS moet zelfstandig gaan opereren en zelfstandig betalen voor stroomopkoop en brandstof. En trouwens, voorzitter, in dit model dat we nu hebben geïmplementeerd, kan je nooit stilzitten, omdat in het model is opgenomen dat elk kwartaal je terug moet gaan naar de cijfers, de parameters opnieuw moet bekijken en dan tot nieuwe voorstellen komen. Dus dat is ook daarin opgenomen. En gelukkig hebben we niet geen krappe begroting gehad. Anders zaten we op dit moment muurvast met die verhoogde prijzen voor brandstof op de wereldmarkt, voorzitter. Ja, lid Ednel, de minder draagkrachtige in de samenleving, ik ben eens met u. Maar er zijn vragen hier gesteld en als minister ga ik in op de vragen. Ik heb het al super druk met water, met mijnbouw en met energie. En ik wil sociale zaken liever overlaten voor
de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Maar de regering heeft op basis van het draagvermogen van de staat het besluit genomen om 500 miljoen Surinaamse dollars beschikbaar te stellen voor subsidie. Aan de recente COVID-maatregelen zijn enkele nieuwe aspecten toegevoegd. Rakesh Gayadarsukul, directeur van Volksgezondheid, is tijdens de COVID-19-persconferentie van donderdag 21 oktober 2021 nader hierop ingegaan. Hij zegt dat geprobeerd wordt balans te hebben in de COVID en de reguliere en de acute zorg. Het is een keus van de samenleving hoe snel zij zich wil laten vaccineren. Directeur Gayadarsukul legt er de nadruk op om als groep beschermd te zijn en de druk op de zorg weg te nemen. We zullen even het hebben over de maatregelen. We hebben wat nieuwe maatregelen of wat nieuwe zaken toegevoegd aan de maatregelen. We weten dat de avondklok van kracht blijft en dat de overige zaken die er al waren afgesproken, dat die gecontinueerd worden. Wat erbij is gekomen, is dat voor degenen die het land binnenkomen, dat er nu ook mogelijk is om gebruik te maken van een negatieve testresultaat van een antigeentest. En die moet niet ouder zijn dan 24 uur. En verder is er ook contactsporten mogelijk voor mensen die gevaccineerd zijn. Dus dat zijn twee zaken die toegevoegd zijn. En over het COVID-19-beleid, wij proberen uiteraard de gemeenschap alsnog de zorg te bieden. We doen ons uiterste best om de reguliere zorg ook te kunnen bieden. Vooral de acute zorg, want het moet niet zo zijn dat we alle zorgpersoneel dirigeren naar COVID-19 en dat er niets overblijft voor de acute zorg en voor de reguliere zorg. Anders hebben we straks zoveel meer doden in de reguliere zorg dan de COVID-zorg. Dus daarin moeten we rekening houden. We moeten een goede balans op nahouden. Wij schalen op indien nodig. We houden rekening met heel wat zaken en de uitdagingen die zijn er. HR-personeel en allerlei andere verbruiksmiddelen, benodigdheden. En daar tussen laveren we. Je weet dat de president opdracht heeft gegeven aan de Nationale Ziekenhuisraad om ervoor te zorgen dat de patiënt genoeg aandacht krijgt en dat we de stroom aan patiënten aan moeten kunnen. Dus er wordt zeker gezocht naar een goede balans om ervoor te zorgen dat de COVID-19-zorg geboden wordt en dat de reguliere zorg ook geboden kan worden. En afhankelijk van behoeften zal erbij gesteld worden. Verder is het, moeten we ervoor zorgen dat we meer mensen gaan vaccineren, zodat wij de druk op de zorg wat verlichten. We hebben het vaker gehoord. In Suriname is het zo dat we december maand een heel speciale maand van maken. En vorig jaar december hebben we helaas niet zo'n speciale maand van kunnen maken. En het ligt aan ons om te kijken of we een zodanige dekking hebben van onze populatie, vaccinatiedekking, waardoor de bescherming, waardoor dat beschermingseffect uitgebeeld kan worden naar de druk op de zorg. Maar als de druk op de zorg afneemt,
dan kunnen we wat meer. Kunnen we wat meer toelaten in de samenleving. Want uiteindelijk gaat het daarom. Het is een keus van de samenleving hoe snel wij deze bescherming gaan nemen, zodat we als groep genoeg beschermd zijn en de druk op de zorg gaan verlichten. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken heeft recentelijk de 15e bijzondere vergadering van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de CARICOM bijgewoond. Deze bijeenkomst vond van 16 tot en met 17 oktober 2021 plaats in Miami, Florida. Het was de eerste fysieke bijeenkomst van de CARICOM, Council for Foreign and Community Relations, COFCOR, sinds het begin van de COVID-19-pandemie. De ministers zijn in de gelegenheid gesteld om gemeenschappelijke standpunten in te nemen ter versterking van een gecoördineerd buitenlands beleid voor de CARICOM. Er is onder meer aandacht besteed aan de effecten van COVID-19. Suriname heeft aangegeven dat zowel de geopolitieke als geografische verhoudingen veranderd zijn. Het is van belang dat de CARICOM de richting die het wil opgaan strategisch bepaalt. Minister Ramdien legde de nadruk op de ontwikkelingen die thans plaatsvinden in Suriname en Guyana en de kansen die de regio geboden worden voor wat betreft investeringen en local content. De bewindsman opperde om voor succes van het integratieproces en de uitvoering van de CARICOM Single Market and Economy zowel de publieke als de private sector, media en NGO's te betrekken. Heeft u uw eerste coronaprikje reeds gehaald? Zo ja, zorg er dan voor dat u zich volledig laat vaccineren door ook het tweede prikje te nemen. Na de eerste prik is uw afweer tegen het virus nog niet helemaal opgebouwd, waardoor u nog steeds ziek kan worden. Het is daarom van belang om twee keer ingeënt te worden. Na de tweede vaccinatie is de kans om ziek te worden veel kleiner, omdat u dan beter beschermd bent. U bent na twee prikjes dus volledig gevaccineerd. Echter, bent u positief getest, dan bent u na één prikje ook volledig gevaccineerd. U krijgt slechts één prik tussen 4 weken en 6 maanden na positief getest te zijn. Geef daarom bij de priklocatie aan of en wanneer u COVID-positief bent geweest. Drink genoeg water na vaccinatie. Vermijd alcohol voor de volgende 24 uren. Let vooral ook op de datum van uw tweede prikje. Vaccinatie geeft zekerheid. Stimuleer anderen ook ervoor te gaan. Laten wij allen op die manier de strijd tegen het COVID-19 aangaan. We zijn gekomen aan het eind van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.